verdiepen in de oorsprong van de Nederlandse popmuziek, de Nederlandse rock and roll, dan kom je vanzelf bij de Indo's terecht. Tuurlijk de Tielman Brothers, maar er waren er veel meer. Blue Diamonds, wat scoorde zij een wereldhit? Lisbeth List, Sandra Remer, Eddie Chatelain, Indo-rocker van het eerste uur, Hans Bakst, nog zo een, Anneke Greunlo, Boudewijn de Groot, Ernst Jans. En je zou kunnen denken aan Eddie Van Halen, die naar Amerika is gegaan, maar wel degelijk Indische roots heeft. Het zijn niet de minsten die aan bod komen in deze film. Indo-rockers waren de eerste jongens met elektrische gitaren die de boel hier opschudden in de late jaren 50. Die Indische bandjes die hebben zo'n invloed gehad op de popmuziek in Nederland. De hele ontwikkeling van de popmuziek. En niet alleen Nederland, ook Europa hoor, want ze gingen dan op tournee overal naartoe. Duitsland, daar werd ook heel veel opgetreden. In mijn jeugd, toen ik nog pas in een bandje speelde, viel het mij op dat er geen behoorlijk bandje was zonder minstens één Indo. Ik heb wel eens gedacht dat het misschien kwam door de ellende die voorafgegaan was, de mensen die Indië moesten verlaten en hun heil zochten in het maken van mooie muziek. Soms doet het verre carillon me denken aan de gamelan, aan het land waar alles begon. Nederlands-Indië, mijn moeder, ik mis ze soms, maar ik weet er weinig van. Waar kwamen deze mensen vandaan? Wat hadden ze meegemaakt in hun geboorteland Nederlands-Indië? Of, na 1949, Indonesië? Daarover maakt Hattie Nijkens een documentaire. En voor die documentaire is 50.000 euro nodig om hem mooi af te kunnen maken en aan heel Nederland en aan het buitenland te presenteren. Diverse films van Hattie Nijkens hebben over de hele wereld prijzen gewonnen en zijn overal afgespeeld en hebben schitterende kritieken binnengehaald. En daarom beveel ik van harte bij u aan Klanken van Oorsprong. Kijkt u op de site en steun Klanken van Oorsprong.